Hoe erg mis je op een dag als vandaag, Wout van Aert? Ja, nou ja, wel erg. Wel erg. Je moet toch iets anders evolueren, ja, iets anders improviseren dan normaal. Hoe verliep die sprint voor jou? Ja, we waren vroeg, maar dat zijn we altijd. En we willen gewoon zorgen dat hij in ieder geval in een goede positie zit. En ja goed, probeer hem zo dicht mogelijk bij de mee te brengen en dan moet hij een wiel kiezen. En volgens mij was het oké. Okay. Ja, het is niet ideaal natuurlijk, maar volgens mij was het oké. Okay. Dus ja goed, kwam er niet overheen. Dat kan ook gebeuren. Dylan die baalt ontzettend, omdat hij zegt van, ja, ik had hier makkelijk kunnen winnen. Hoe zit dat bij jou? Nou ja, als hij dat zegt, dan wil ik hem daar wel in geloven. Maar ik heb natuurlijk de laatste kilometer niet meer meegemaakt, dus dan sluit ik me daar bij hem aan. Voor hem is het wachten eigenlijk tot Parijs, dat is zijn laatste kans. Hoe zien jouw dagen er komen, de dagen eruit in de bergen? Ik denk dat ik vooral bij Dylan moet blijven. Zorgen dat hij niet alleen komt te zitten. En waar mogelijk Stevie helpen. En we zitten in principe niet in een ondersteunende rol de komende dagen ook voor Steven? Jawel, ik probeer hem ook te helpen waar mogelijk. Hoe voel je je verder? Ja, gruwelijk warm nu. Maar verder wel goed.